Yvonne Koldewijer heeft al wel eens Juice over het vermeende vreemdgaan van Najib Amhali naar buiten gebracht, maar deze week was hij al helemaal aan de beurt. Hij is haar eerste grote slachtoffer in 2024 en dat voelt de cabaretier ook zo, want volgens de Juice-koningin voelt hij zich heel rot. Het gaat niet zo goed met Najib. Wat dan? Yvonne vertelt op haar Juice-kanaal het een en ander te hebben gehoord. Ik heb gehoord dat hij onwijs gestrest is, zichzelf een beetje aan het opsluiten is thuis met zijn vrouw. Zijn vrouw gelooft zeg maar hem, dus gelooft niks van mijn verhalen. Moet je lekker zelf weten, meid, I don't care. Ze vervolgt: "Je zal er wel wat uithalen, maar anyway, weet je wel, los daarvan. Najib is vrij gestrest over het feit dat dit allemaal naar buiten is gekomen en waarschijnlijk vraagt hij zich af wat ik nog meer allemaal weet. Een kwestie van tijd." Hij is zichzelf dus een beetje aan het verstoppen, ook voor de media, want hij reageert natuurlijk nergens op. De media zullen hem actief benaderen, verwacht Yvonne. Je gaat mij niet vertellen dat Booley of geen een krant hem gebeld heeft. Dat is natuurlijk altijd zo. Daarentegen de meid, hè, de verslaafde cliënten. Ik heb gehoord dat het haar helemaal niks boeit dat ik het allemaal breng, want Scoopje, zij is dus bezig met een boek. Yvonne stelt dat Najib het bed deelt met een van zijn cliënten. Ja, zij is natuurlijk helemaal geen BN'er, dus je denkt, who cares? Maar schijnbaar zit hij dus ook in dat boek verwerkt. Dus vrouw van Najib, als je al enig idee hebt over wie ik het had waarschijnlijk wel, binnenkort komt er een boek uit. De vermeende minnares van Najib vindt het allemaal niet zo erg dat dit naar buiten komt, al dus Yvonne. Aangezien ik van best wel veel verschillende bronnen bevestigd krijg dat het klopt over deze meid, kan ik ook concluderen dat de meid graag praat. En hoe zit het met die andere vermeende scharrel? Wat mij betreft praten alle minnaressen van Najib, want ik denk dat het een schoft is, maar goed, nog een update: die Vanessa, die fotografe, heeft na mijn juice meteen haar account eraf gegooid. Wow, lijkt me niet nodig als het niet waar. Just say in.